Een hele goede morgen. Ja, Jordi heeft al zijn eten op en we hebben al gespeeld. Moet je me niet wegduwen? Ja, we hebben al gespeeld, hè. En hij is eigenlijk heel moe en hij wil eigenlijk slapen, maar dat gaat mama niet toelaten, want anders slaapt hij straks als de thuiszorg komt. Oh, dat is niet de bedoeling. En hij houdt zijn bril niet op. Die trekt hij de hele tijd af. Dus heeft hij zijn brilletje nou niet op. Nee. Soms heb je van die dagen. Ja. Dat ben jij. Kun je dat zien? Volgens mij niet. Nee. Ik ken je mama. Ik kan zelf vloggen. Nou, ze vinden dat je een hele mooie wang hebt, denk ik. Ja. Geef mama een kus. Lekkere labben van jou. Echt waar? Oh, en toen? Ja, doe mama jou filmen. Die lachen. Doe dan lachen. Hebben. Nee. Die mag jij niet. Die mag jij niet. Ja, mijn vrolijke vent, hè. Ja. Jordi krijgt nu lekker zijn flesje. Hij was moe en chagrijnig, dus ik heb hem maar even de tablet laten kijken. Dus, en nou gaat hij lekker slaapje doen. Hey, jongen. Zeg maar wel trusten, mensen. Het duurt niet lang meer voordat deze knul slaapt. Oh ja, ik ben ondertussen de ups en downs aan het uploaden. En hier aan het poetsen en aan het doen. Dus, Jordi heeft een dikke 3,5 uur geslapen. En hij is nou net wakker. Ben je blij? Ben je blij? Heb je lekker geslapen? Lekker ding. Ja. Hallo. Ja. Echt waar? Heb je dat gedroomd? Ik ga hem uit bedje halen, soepje geven en dan komt dadelijk weer thuiszorg. En dan is Niels alweer bijna thuis. Straks is het spoelen goed gegaan. Ze heeft de canule er verder in gedaan. Ik heb dat netjes aangegeven en dat heeft ze gewoon mooi gedaan. Dus dat is allemaal goed gegaan en Jordi heeft geen buikpijn meer gehad. Dus daar zijn we blij en happy mee. En er kwam ook behoorlijk weer wat uit, dus ik denk dat... dat het hem geholpen heeft. Moe. Daarna, ik ben ondertussen ook met eten bezig geweest. En is Niels thuis gekomen. Hebben we gezellig gegeten met z'n allen. En daarna zijn Niels en ik even naar het gemeentehuis gegaan. Om mijn baaiespas op te halen. Ik noem het baaiesfoto's, baaiespas. Dit is dus mijn pasfoto geworden. Ja, dat dus. En ja, die is weer tot 16 augustus 2029. Is die goed? Dus dat
Dan hoeven we 10 jaar ons eigen geen zorgen om te maken. En daarna zijn we nog heel even bij Natasja voor gaan zitten. Want ze staat allemaal buiten. Gezellig even bij gebeurd. En daarna Jordi's flesje gaan geven. En is hij lekker naar bed gegaan. Gelijk gaan slapen is hij niet volgens mij. Want ik heb hem nog even gehoord. En wij gaan dadelijk denk ik ook naar bedje toe. Niet veel gevlogd vandaag. Maar ik heb ook nog steeds echt last van mijn schouder. Het is echt niet leuk. Ik heb hier ook beneden gewoon gepoetst en alles. Dus van alles gedaan. En nou gaan wij zo naar bedje toe. Tenminste, ik ga zo naar mijn bedje toe. Ik weet niet wat Niels doet, maar ik ga wel vaak naar bed. Ik ben moe. Morgen hebben we niks gepland staan, gelukkig. En dan hebben we even een dag waar niks moet en alles mag. En als Jordi er, als Jordi het kan, dan misschien dat we even gaan schommelen. Of zo, we moeten in ieder geval even naar de winkel toe. En dan misschien dat we dan nog even iets leuks kunnen. En dan moet ze antibiotica nog even ophalen. Als ik dat morgen ga doen, dan kan ik op de maandag dat die geopereerd moet worden, kan ik nog een keer antibiotica halen. Dan kan ik die antibiotica meenemen naar het ziekenhuis, zodat hij daar de antibiotica heeft. En ben ik alvast wat dingetjes aan het regelen en aan het bedenken voor in die week. Zodat ik daar niet meer aan hoef te denken. Maar ik ben vooral blij dat vandaag het spoelen goed is gegaan. Hij daarna geen last meer heeft ervaren. En dat hij gewoon een blije Jordi was. En misschien dat als Jordi morgen slaapt, dat ik de extra video op kan nemen voor zijn canule. Of in ieder geval voor hoe en wat met spoelen. Misschien dat ik dat morgen dan even kan doen als hij slaapt. Want dan heb ik die extra video klaar. Kent hij online, dan kan ik wat meer uitleg geven daarover. Voor nu wel rusten. Slaap lekker. Ook namens Niels. Ik ga hem niet storen in zijn serie. Want hij is weer serie aan het kijken. Hij zit mij nou lachend aan te kijken. Normaal hoort hij mij dus niet als ik iets zeg. En nu dus wel. Maar hij ligt er dus zo bij. Zo slecht heeft hij het. Vandaag ben je niet gaan sporten, hè? Nee, Rolf moest werken. Oh, moest Rolf werken. Okay. Zijn vrouwtje heeft zwangerschapsverlof. Maar ja, er moet toch iemand dan de werk overnemen. Ja. Dat heb je als je eigen baas bent. Mm-hmm. Maar dan ben je nooit eigen baas als je een vrouw hebt, hè? Nee, dat klopt, want ik commandeer jou gewoon. Mm. Ja, hè, Niels is er daarentegen weer meneer Dwingeland, dus dat scheelt. Maar goed, ik ga lekker mijn bedje opzoeken. Wat rust allemaal, slaap lekker. Een hele goede morgen. Wij zijn zijn medicijntjes alweer te halen. We hebben ook geregeld dat hij volgende week even gewogen kan worden. In verband met zijn operatie natuurlijk. En ik heb nu een keer een potje fruit gehaald, omdat we aan de late kant waren. Even kijken, als goed lust hij dit wel. Happa! Ah! Als goed lust hij dit. Ja, lekker! Moet hij ook wel kauwen. Dan moet je aan het werken, jongen. Hij is ondertussen ook Boomba aan het kijken. En we hebben medicijntjes weer opgehaald, antibioticaatje. En hap. En dus geregeld dat hij volgende week even gewogen kan worden bij het consultatiebureau. Want voor zijn operatie, dan weet ik zeker dat het gewicht, zeg maar, ongeveer zo hoort te zijn zoals hij, zoals hem bijvoorbeeld in het Radboud wegen. Niet dat er in één keer heel veel verschil tussen zal gaan zitten. En daarna zijn we boodschapjes gaan doen.
Deze potjes waren in de aanbieding bij de Albert Heijn. Dus die heb ik ook wel gehaald. En we zijn ook wat potjes. Ik heb ook wat potjes avondeten gehaald. Niet dat hij daar nou zo super gek op is. Maar hij krijgt dadelijk in het ziekenhuis ook heel ander eten. En daar zijn we dus een beetje mee bezig. Dat hij dus niet alleen mama's kookstijl kan eten. Over het algemeen kook ik wel het liefste zelf. Maar dan heb ik in ieder geval iets op voorraad. Want zoals zaterdag, dan moeten we naar een paar verjaardagen. En dan... dan moet ik wel natuurlijk iets bij me hebben. Dus dan doen we het zo. En anders moet ik het weer uit de vriezer meenemen. En ontdooien. En ik ben daar een beetje klaar mee. Maar zolang wij, als wij gewoon thuis zijn, dan eet hij gewoon in principe zoveel mogelijk avondeten met ons mee. Tenzij we iets eten wat hij totaal niet kan hebben. Zoals nasi bijvoorbeeld, dat is veel te droog. Daar kan hij allemaal nog niet eten. Hij vindt het wel lekker overigens, maar het is te droog. Hij kan daar niks mee. Jordi heeft vandaag weer lang geslapen. Ik heb ondertussen een extra video opgenomen over de materialen en alles van het spoelen. En geëdit en die is nu aan het uploaden. Zodat hij straks om 5 uur online komt. En Jordi is nu wakker geworden. Hallo? 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 Ze zien mensen jou niet. Zo wel. Ik ga eens naar achteren trekken. Hoppakee. Kijk dan. Jordi. Zien mensen jou wel. Ja. Ja. Hij is zo vrolijk en zo blij. Daar is Jordi. Nou, ga je voor of laten zien. Moet je nog gapen? Moet jij nog gapen? Ja. Ja. Nou, zou ik jou er eens uithalen dan? Dit doen we ook vaak nog heel eventjes als hij net uit bed komt. Even knuffelen, hè. Dat vindt hij zelf ook altijd fijn. Ja. Jordi. Hallo. Dat was niet de bedoeling, hè? Net lag je zo lief te knuffelen met mama. Hij had mij net helemaal vast om mijn nek. Zo van, ik laat jou niet meer los. Mijn vriendje. Niet zo schil kijken, hè, jongen. Mm-hmm.
Niet weer mijn neus. Nee, niet weer mijn neus. Dat zijn mijn ogen die er bijna uitgestoken werden. Niet in mijn neus gehad, hè? Ja, wij gaan naar beneden. Ga je mama vasthouden dan? Dan kan mama jou beter naar beneden tillen. Oh, gaan we dat niet doen dan? Ik kan dat niet eens, joh. Nou, wij gaan nog even naar beneden toe, nou. Ja, wel mama dat ik vastpak, hoor. Je hebt zo'n mooie blauwe ogen. Nou, Jordi heeft zijn soepie gehad. En hij is lekker aan het spelen. Nou ja, acrobaatje spelen. Hij heeft me in de gaten. En ondertussen ben ik eten aan het koken. We eten risotto. We hadden een pakje knor. Weet je wel, zo'n wereldgerecht. Die had ik nog liggen. Ik denk, laat ik die maar eens even opmaken. En ik doe er altijd ertjes bij ook nog. Courgette, champignons, ertjes. Dus vinden we lekker. Dus dat doen we maken. En ondertussen ben ik een beetje aan het opruimen hier en aan het doen. Gewoon van alles en nog wat. Ik wou eigenlijk met Jordi naar de speeltuin gaan, maar dat is niet gelukt. Nee, want als ik met Jordi nog naar de speeltuin had gewild vanmiddag, dan was hij iets te laat wakker. Als hij niet eerder wakker was geweest, dan was ik met hem even gegaan. Maar dat heeft geen nut, want ja, ik moest eten gaan maken en... Niels komt daar ook weer thuis. Die heeft ook honger dan. Eerst alles eruit halen, hè? Goed zo. Doe maar pakken. Goed zo. Goed zo. Of die anders dan die blauwe? Het is een andere kleur, hè? Ja, het is een hele andere kleur. Wil je die hebben? Kom maar pakken. Kom maar pakken. Goed zo. Proeft die ook weer anders? Hier, pak maar. Het is weer een andere kleur. Wauw, goed van jou. Doe maar pakken. Doe maar pakken. Ja, doe maar pakken. Goed zo. Kan je deze ook nog pakken? Wauw, goed gedaan. Ja. Gaan we nou de toren bouwen? Waar moet deze? Goed zo. En deze? Die moet daarop, ja. Goed gedaan. En deze? Goed zo. En deze? Goed zo. En nou even kijken. Deze moet eerst. Goed zo. En dan deze. Goed gedaan. Naar deze. En maar op. Bovenop. Naar boven. Jordi moet hierop. Goed zo. En laat.
blijft nog staan. Doe maar door. Wow! Goed gedaan! Ja, zo goed gedaan voor jou. Ja! Ruimen. Waar moet deze in? Goed zo. En deze. Goed zo. En deze. Goed gedaan, schatje. En deze. Goed zo. En die. Goed zo. En deze. Waar moet deze in? Ga maar pakken. Goed zo. Ga naar deze. Wel. Wie doet mijn mama helpen dan? Zo. Boom. Haha. Mama duwen helpen. 1, 2, boom. Jordi die heeft straks na het spelen tandjes hebben we gepoetst, flesje gegeven en heb ik hem uiteindelijk in bed gelegd. Ik denk dat hij tegen 9 uur of zo in slaap is gevallen. En daarna heb ik nog was opgevouwen en die dingen allemaal gedaan. En nu liggen we in bed, gaan we slapen. En gapen. En gapen. Deze ups en downs gaan we ook afsluiten. En deze wordt morgen geüpload. Ik ben al heel lang in mijn edit. Of ben in het laatste gedeelte nu. En ja. Dan komt hij weer online. Dan komt hij weer online. Welterusten. Slaap lekker allemaal.